dat is gewoon ook echt een mooi voorbeeld voor elke jonge speler dat er soms in je carrière en met name in het begin de dingen gebeuren waar je geen invloed op hebt. Hij wordt teruggehaald als zijnde, we moeten middenvelders hebben. Hij had echt gedacht: ik ga mijn kansen krijgen. Nou, die kansen waren de 0,0. Hij heeft tien wedstrijden bij jong met echt zijn kin op zijn schoen gelopen. Met van: ja, wat doe ik hier? Ik ben eigenlijk te goed voor uh, jong. En dat was hij ook. Maar dat zag je aan zijn spel dat het echt verschrikkelijk was. Dus mentaal zat hij toen niet goed. En toen heeft hij voor zichzelf een beslissing gemaakt om voor zichzelf doelen te stellen. Ondanks dat hij in jong moest spelen. En je ziet wat het hem gebracht heeft. In de voorbereiding heeft hij net als Forbes. En, en Forbes die, ja, weet je, die heeft in de voorbereiding goed gedaan, maar ik vind het nog steeds geen goede uh, Ajax-speler. Maar Fitz Jim heeft wel laten zien. en hij laat het vandaag in die 65 minuten ook weer zien: hè, dat kaartje, de versnelling, het wegdraaien. Ja. Dat hij zoveel creativiteit in dit team kan toevoegen. Dat in mijn ogen best wel nog. Een dingetje gaat worden om Berghuis op 10 te krijgen. Want Fitzjim doet het gewoon hartstikke goed. En het is eentje die ook echt wel werkt en wil werken. En dat is bij Berghuis. Die werkt hard vooruit. Maar je moet ook die meters achteruit maken. Als Berghuis dat erbij doet, dan is Berghuis de absolute nummer 10. Maar Fitzjim laat zien dat hij alles beheerst. Ja, uh, Bram, aan zie je dat uh, vertrouwen uh, best wat met je kan doen. Het is nog een zeer lange weg te gaan. Uh, hij komt ook van ver. Uh, maar zie je wel iets bij hem dat, dat, nou, dat misschien kan leiden tot dat hij de een basiskracht uh, wordt echt dit seizoen stabiel. Ja, ja, st ja ik denk dat je dat goed zegt. Ja. Hij had al één momentje natuurlijk dus weer de eerste, ja, eerste helft waar eigenlijk die, die dribbel waar die uh, iets te enthousiast was, maar hij straalt wel van meer vertrouwen in ieder geval uit dan dan uh, afgelopen seizoen. Dus ik denk dat zelfvertrouwen en was dat niet heel is. moeilijk ook. Nee, maar. nee. <laughs> eens. <maar. laughs> ik vind ik vind dat wel, wel goed om te zien. Dit is gewoon wel weer een nieuwe dynamiek in dit hele Ajax. Ja, dus ja. Dat, dat is denk ik dat daar gaan sommigen van profiteren. En sommigen die daarin niet mee kunnen in de, dat tempo wat Varioli wil spelen, ja, die zullen wel gaan afvallen. Ja.